Is de recording al gestart? Ja? Goed, dan ga ik beginnen. Welkom iedereen, al de deelnemers die we hier bij elkaar hebben, meer dan ooit. Vandaag de vijfde voordracht in de tweede reeks van Dit hebben wij in huis. En we zijn heel blij en vereerd dat we u vandaag kunnen presenteren Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen. Irene Zwiep is nationaal en internationaal bekend als het om Joodse studies gaat. Ze werkt intensief samen met het Menasse Ben Israël Instituut en het Joods Historisch Museum. En misschien kent u haar wel van haar wervelende, sprankelende lezingen. Ze is gespecialiseerd in de moderne Joodse intellectuele geschiedenis, is redacteur van Studia Rosenthaliana, ze is onderzoeksdirecteur van het Institute for Humanities Research en dat was ze eerder van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis. In drie onderzoeksprojecten werkt ze samen met Duitse, Leidse, Londense geleerden. En de projecten die gaan onder andere over Joodse educatiemedia tussen traditie en moderniteit in. Over Joodse religieuze wetten nu in de moderne wereld. En over de Hebreeuwse cultuur in Europa tussen 1500 en 2000. En haar studies verschijnen in de meest vooraanstaande tijdschriften op haar gebied, de Jewish Quarterly Review en de Jewish Culture and History. En één anekdote kan ik u niet onthouden. Toen Harry Mulisch schreef aan De Ontdekking van de Hemel, toen had hij advies nodig over een aantal Hebreeuwse en Israëlische zaken. En daar heeft hij toen Irene Zwiep voor geraadpleegd. Die mocht ik wel kwijt, Irene. Goed, voordat ik haar zometeen het gesproken woord geef, weer de spelregels. U kunt dit op de Zoom volgen, u kunt ook op YouTube het volgen. Tijdens het college kunt u vragen intikken op de Q&A-knop. Die zit op het midden van het scherm onderaan. En dan, na afloop van het college, zal ik de vragen modereren aan Irene. Als er genoeg vragen zijn, dan beantwoordt ze allemaal. En als er te veel zijn, dan maak ik de keuze. Irene, aan jou het woord. Hartelijk dank, Marita. Ik probeer nu het scherm te delen en ik hoop dat iedereen dat kan zien. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Hartelijk dank voor de introductie en ik ga maar meteen van start, want ik heb een half uur en ik heb mijzelf kennende, heb ik zeker 2 uur nodig. Dus ik ga heel snel praten en heel veel vertellen. En als u vragen heeft, dan interrumpeert u mij gewoon. Ik heb niet voor niks dit format voor de PowerPoint gekozen, want deze PowerPoint vloeit voort uit een college dat ik samen heb ontwikkeld met Piet Gerbrandy, klassicus en neerlandicus. Dat college heet De Wereld van de Mens, Inleiding in de Geesteswetenschappen. En in dat vak staat centraal de vraag: wat maakt de mens tot mens? En nou ja, die vraag is schier onmogelijk te beantwoorden, maar dat betekent niet dat mensen dat niet geprobeerd hebben door de eeuwen heen. En dat is wat wij in dat college eigenlijk doen. Met de studenten kijken naar al die bronnen uit heden en verleden, waarin mensen reflecteren op dat wat de mens tot mens maakt. En vanuit de Hebreeuwse traditie kan ik niet anders, we ontkomen er niet aan, dan nog eens een keer met u naar het scheppingsverhaal kijken dat heel erg gaat over de vraag wat de mens tot mens maakt. Kennis speelt daarin een rol en naaktheid speelt daarin ook een rol. Zoals gezegd, ik heb weinig tijd, dus ik begin maar meteen bij het begin. En waarom wil die nou niet naar de volgende? Maar nu wil hij wel. Kijk, ik ga naar de volgende slide en ik hoop dat u het samen met mij een beetje kunt zien. Links ziet u het oude Nabije Oosten zoals voorgesteld door Romein de Hoge. En in het midden van het cirkeltje, dat is op zich een hele interessante keuze, heeft hij, echt in het absolute midden, heeft hij Babylon gevestigd. Natuurlijk de plek van waaruit de wereld verbrokkeld en verkruimeld is naar aanleiding van die torenbouw. En rechts daarvan, ik hoop dat u voor een groot scherm zit en het een beetje kunt zien, aan de top van de Perzische Golf, daar ligt het paradijs. Net niet helemaal in het midden van de wereld. Ook een heel leuk college hoor, waar ligt het paradijs op landkaart? Maar daar gaat het vandaag niet over. Rechts ziet u een plaatje, een
een kaart van de Garden of Eden voordat God het paradijs vernielde en de mens eruit stuurde. Nou, waar het mij in dit geval om gaat, is dat in het midden van die tuin, die volgens Romein de Hoge dus net niet in het midden van de wereld ligt, in het midden van die tuin staat een boom. En dat kunt u ook lezen in Genesis. En de boom des levens in het midden. Precies zoals het hoort. En daarmee sluit het boek Genesis prachtig aan bij al die andere scheppingsmythen die we kennen. Door een boom des levens te postuleren. En ik heb op het hier volgende plaatje, twee plaatjes die verbeelden wat die boom des levens in dat paradijs precies moet doen. We vinden hem in alle culturen, die levensboom. En het grappige is, dat moet ik er misschien wel bij zeggen, dat die boom in de commentaren helemaal niet zo verschrikkelijk veel aandacht heeft gekregen. Die aandacht is altijd uitgegaan naar die andere boom, waar ook ik veel langer over zal praten. Ik heb daar wel een theorie over, die ga ik zo ook met u delen. Maar die boom des levens die heeft eigenlijk maar één taak, en dat is de as van de wereld te zijn, die we ook in al die andere culturen tegenkomen. De axis mundi. Links ziet u een afbeelding van een ceiba-boom die in de Maya-cultuur gezien wordt als de verbinding, nou, zoals u ziet, tussen hemel, aarde en water. Maar daarmee ook, dat ziet u vooral verbeeld in het plaatje rechts. Dat is een plaatje van de Ashwata-boom uit de Bhagavad Gita, hoofdstuk 15. Oh, ik heb echt heel weinig tijd, want wat zou ik daar graag langer over praten. Maar wat verbeeldt die boom nog meer dan dat hij de pilaar van de wereld is? De boom verbeeldt het grote mysterie van het leven. Het leven dat enerzijds een rechte lijn is, de lijn van ons begin naar ons eind. Maar die eind, we spreken niet voor niks over de levenscyclus, die lijn die blijkt misschien op sommige momenten wel een cirkel te zijn. En wat verbeeldt dat beter dan de boom, het boom des levens? Het idee dat er aan de ene kant, die boom staat er volgend jaar nog, maar die blaadjes, dat zijn andere. Dus die boom die verbeeldt de combinatie van de oneindige, misschien wel eeuwige, ook twee verschillende begrippen, rechtlijnigheid van de voortgang van het leven en de cycliciteit van die korte duur die ons leven of het leven van die blaadjes aan die boom heeft. Nogmaals, ook hierover graag een andere keer meer. Nog even heel kort. Misschien dat het daarom ook wel zo is dat de ontbossing van de wereld ons zo raakt. Omdat het raakt aan dat aards fundamentele heilige symbool. Mircea Eliade zal dat ook zeggen. Het sacrale wordt eigenlijk afgebroken in dat antropoceen, dat geologisch tijdperk waarin de mens de aarde verandert en de aarde niet meer autonoom over zijn eigen geologie kan beschikken. En de ontbossing is daarvan misschien wel een van de ons meest treffende en rakende voorbeelden. Maar terug naar het paradijs. Want zoals u ook aan dit plaatje kunt zien, in het midden, u moet nu heel goed turen, staat die boom des levens. Maar vlak daarvoor staat een disproportionele andere boom. En dat is die boom uit hetzelfde vers en den boom van kennis van goed en kwaad. Dan ga ik een heel klein geheimpje, en dat is dan meteen ook mijn theorette, over het Bijbels Hebreeuws met u delen. Als u één woord Hebreeuws van mij leert in deze lezing, dan is dat het woordje en in het Hebreeuws. Het woordje en in het Hebreeuws is het woordje we. Dus dat betekent dat als hier in de Bijbel gesproken wordt over de boom van kennis van goed en kwaad, dan is het we et ha-da'at tovra. Maar het woordje en in het Bijbels Hebreeuws, en daar ben ik heilig van overtuigd, betekent ook vaak een heleboel andere dingen. Bijvoorbeeld maar. En het kan ook nog wel betekenen, dat wil zeggen. Dus misschien, maar dat is mijn theorette van de dag, dat die boom van kennis van goed en kwaad eigenlijk wel dezelfde is als de levensboom. Namelijk de boom van kennis van goed en kwaad. Maar goed, die pers heeft het in de schilderkunst niet gekregen. U ziet hier die disproportionele boom met een disproportionele, nog steeds wel blote Adam en Eva eronder. En hiervoor, binnen het rode ovaal, ook weer een behoorlijk disproportionele andere belangrijke speler, de slang die in het Hebreeuws Arum heet. En Arum betekent zowel listig, eigenlijk vooral voorzien van nuttige kennis, en naakt. Nou, daar gaan we het later nog even meer over hebben natuurlijk. Waarom ik eigenlijk wel heel graag zou willen dat die boom des levens dezelfde is als de boom van kennis van goed en kwaad, is omdat ik anders, als ik heel eerlijk ben, God in Genesis 1 niet meer begrijp. God in Genesis 1 zou je kunnen vergelijken met een huisvrouw uit de jaren 50. God houdt van reinheid, rust en regelmaat. Genesis 1 is wat mij betreft ook niet het eerste hoofdstuk van de Bijbel, maar is een soort voorwoord
voor de Bijbel, toegevoegd door priesters die heel erg in binaire opposities dachten. Vooral de binaire oppositie, heel relevant voor de tempel, tussen rein en onrein. En wat betreft die priesters, betekende rein en onrein ook soort bij soort en soort bij soort. En dat zie je heel mooi in deze verbeelding van de schepping, waar ja, een altijd nogal identiek ogende God, die, ja, dat moet ik misschien ook nog even bijzeggen, die schept helemaal niet zoveel in Genesis 1. Ben je gek? God is een echte man op dat moment. Hij praat vooral en hij definieert en hij ordent. Hij zegt niet, ik ga eens even een hemel en een aarde maken. Nee, ben je gek? Hij zegt, dit is een hemel en dat is de aarde. Hij categoriseert. En op het moment dat hij bijvoorbeeld land en water heeft gecategoriseerd, gaat hij de wateren aan het werk zetten om waterdieren voor te brengen. En hij gaat het land aan het werk zetten. Hij zou toch zelf, hij wordt liever doodgevonden voor God, is het elke dag Sabbes. Nee, God zegt tegen de wateren, laat de wateren wemelen en dieren voortbrengen. De hemel brengt zijn eigen dieren voort en de aarde brengt zijn eigen dieren voort. Soort bij soort. En God komt er, zoals wij dus merken, maar zeer ten dele aan te pas. Het scheppingsverhaal is dus misschien ook wel niet zozeer een scheppingsverhaal als, zeker in Genesis 1, een verhaal over orde. En in dat verhaal over orde passen wat mij betreft eigenlijk ook geen twee, maar alleen maar één boom des levens. Maar goed, God is dus een huisvrouw uit de jaren 50. Water hoort bij water, land hoort bij land. Het water brengt de waterdieren voor, het voort het land, de landdieren. Of toch net niet helemaal. De aarde brengen levende zielen voort, zegt de Statenvertaling zo prachtig. Maar wat zien wij hier gebeuren? Wij zien hier inderdaad de aarde, ja, we zien wel meer, dat heb je vaak, die afbeeldingen zijn vaak samengestelder dan je zou willen. Maar we zien hier druk bezig de aarde dieren, de levende zielen aan het voortbrengen. Maar toch niet helemaal. Want daar in het hoekje, daar is weliswaar verbonden met de aarde, mens van de aarde, Adam aan het ontstaan. Maar niet zonder dat God zegt, laat ons, ja, wie die ons zijn is dan ook weer een vraag, laat ons mensen maken. Dus die aarde brengt de levende zielen voort, maar God bemoeit zich er wel mee. En hij zegt daar ook bij, laat ons mensen maken. Nou, of dat een pluralis à la Alexander van Nederland is, of dat daar misschien toch nog meer krachten in het spel zijn, daar hebben de geleerden zich ook over gebroken. Daar gaat het mij nu niet om. Het gaat er mij om dat de aarde het werk moet doen, maar dat God de aarde wel een handje helpt. Je zou dit kunnen vergelijken met een zandbak, waarin al die dieren uit kleine vormpjes voortkomen. Maar God zegt, maar de mens komt uit mijn goddelijke vormpje. En ik citeer nu niet Irene Zwiep, ik citeer nu een 12e eeuwse Joodse bijbelgeleerde die zegt, nee, die mens wordt door de aarde gevormd met de mal van God, het puddingvormpje van God en lijkt daarin ook op God. God bemoeit zich er dus mee. En daarmee is meteen de toon gezet. Want wat is de mens nu? De mens is een dier van de zesde dag. Maar God heeft zich er wel mee bemoeid. Nou, wie kan het mooier zeggen dan Shakespeare? Dus ik ga het ook alleen maar even voorlezen. U kunt het zelf meelezen. How noble, what a piece of work. En u, de geletterden onder u weten meteen over wie wij het hebben. Hier is Hamlet aan het woord, de eeuwige twijfelaar. Die, nou, wiens grootste valkuil misschien wel is. Dat hij niks doet en wat er gebeurt, dat heeft hij niet gewild. What a piece of work is a man. How noble in reason. How infinite in faculty. In form and moving, how express and admirable. En nu komt het. In action, how like an angel, Psalm 8. In apprehension, how like a god. The beauty of the world, the paragon of animals. En het is heel duidelijk wat de goede oude Hamlet hier zegt. How like a god. En u ziet hier die veelbetekenende kleine kloof tussen rechts de hand van God en links de hand van Adam, die ja, quasi opborrelt uit de Adama, uit de aarde. How like a god, maar ook the paragon of animals. En als er iets is waar de mens, ik zit lekker op schema, potverdorie, ik ben nog nooit zo vlot geweest. Als er iets is waar de mens in de loop van die eerste drie hoofdstukken van het scheppingsverhaal, dat geen scheppingsverhaal is, oh, die verlichtingsdenkers hebben het helemaal niet begrepen. Het is een antropologie, jongens, geen verhaal over de schepping. Als er iets is waar de mens in de loop van dit scheppingsverhaal in die eerste drie hoofdstukken achterkomt, dan is dat dat hij zich moet verhouden tot die twee polen van zijn bestaan. How like a god, the paragon of animals. In één moment waarop de mens dat als geen ander aan den lijve ervaart, is Genesis 2 vers 18.
Al die dieren zijn met z'n tweeën. Dat ziet u hier rechts, of sorry, rechts, dat ziet u hier links. Prachtig afgebeeld. Ze zijn allemaal met z'n tweeën, ze hebben allemaal een maatje. En God kijkt naar zijn schepping en die denkt, verrek, er is maar één Adam. Dat is wel een beetje kaal. En dan zegt God in het Hebreeuws, ja, op dat moment is Hebreeuws nog even de voertaal van de wereld. Lotov heyot Adam levado. Het is niet goed dat een mens alleen is. Laat ik een hulp tegenover hem maken. En dat is de definitie voor het maatje van Adam. En wat God dan doet, is alle dieren bij Adam brengen. Met de bedoeling dat Adam, ja, om te beginnen, er één zou mogen kiezen. En Adam die kijkt en die denkt, ja, maar wacht eens even, dat is een kameel. Daar kan ik het niet mee. En dat is een leeuw, daar begin ik niet aan. En dat is een geit, nou, daar wil ik nog niet dood bij gevonden worden. En dat is een olifant. En al kiezend en al wikkend en wegend is er iets wat Adam op dat moment doet. En dat is gaan praten. En niet alleen gaan praten, maar gaan praten met verstand. En gaan praten vanuit een visie van onderscheid. En door dat praten bevestigt hij dat hij weliswaar een van deze dieren is, maar dat hij daar ook van apart staat. Namelijk, hij is in staat om deze dieren te benoemen. En als ik dan toch tijd over heb, dan wil ik nog wel even vertellen dat in de Joodse traditie daar een hele verhaaltraditie omheen is gekomen. Dat God op het een of andere manier toch wel heel graag wil. Die heeft op een gegeven moment heeft hij zelfs een weddenschap met de duivel erover of Adam dit allemaal wel kan. En of Adam wel zo die paragon of animals, hè, dat toppunt van de dieren is. En dan is er zelfs één versie waarin alle dieren langskomen en God de dieren aanwijst. En Adam denkt, ik heb geen idee. En dan gaat God gewoon, niets menselijks is God vreemd, gaat Adam voor zeggen. Dat vind ik al zo schattig, dat moest ik gewoon even kwijt. Maar daar gaat het niet, verder niet zoveel om. Wat Adam ontdekt is dat hij kan praten. De dieren zeggen niks terug. Maar praten betekent ook eigenschappen toekennen, onderscheid erkennen en dat onderscheid verwoorden. Maar er niet mee trouwen. En geheel in de gedachte, ik had het over God die een huisvrouw uit de jaren 50 is. Geheel in die gedachte van reinheid, rust en regelmaat en soort brengt soort voort, kan de mens, die dus niet uit, ja, die wel van het land is, maar niet alleen van het land zoals die andere dieren dat zijn, die moet dus ook zelf de mens voortbrengen. Het klinkt allemaal heel dramatisch met die gruwelijke operatie waarin er een diepe narcose, het Hebreeuws woord tardema, over Adam wordt uitgegooid en waarin God een rib neemt. Heel veel commentatoren hebben gezegd, ja, de vrouw is niet te vertrouwen, want ze komt van een kromme rib. Nou, die discussie wil ik niet openen. Belangrijkste van deze operatie is geweest dat Eva juist meer dan alles gelijk is aan Adam. Dus dat hele gezwatel, zou ik bijna willen zeggen, over de vrouw als de tweede sekse, leest voorbij aan de kern van deze exercitie. De vrouw mag dan niet gelijkwaardig zijn aan de man, dat is een sociologisch gegeven, maar ze is in wezen, ook volgens de Bijbel, volmaakt gelijk aan de man. Precies zoals het ook moet van die Bijbelse ontologie, die soort bij soort wil hebben. De mens hoort bij de mens. Niet bij het land, wel bij de dieren, maar niet helemaal, maar ook niet helemaal bij God. En als de vrouw in het land komt, dan komen, ja, volgens een aantal mensen toch de problemen in het land. Dat zien we in ieder geval ook in de alle schilderkunst uit en daarna afgebeeld. Het wordt tijd om met Eva op het toneel en haar man in de buurt toch nog even naar die ene boom, of misschien die tweede boom, daar wil ik verder vandaag maar van afwezen te kijken. Die boom van kennis van goed en kwaad. Daarvan had God gezegd, daarvan zult gij niet eten, want als u dat doet, en dan staat er in het Hebreeuws het onvergetelijke mot tamut. En dat betekent niet, oh, wat ga je dan dood? Nederlands vertalingen hebben vaak moeite met het goed te vertalen, maar wat het betekent is, dan zul je sterfelijk worden. Want het is u wel opgevallen dat Adam en Eva niet meteen doodgaan na het eten van die vrucht. Nee, ze zijn blijkbaar altijd als God geweest, onsterfelijk. En na het eten van die boom zullen zij sterfelijk worden. Nou, dat is niet wat de slang ze vertelt, of dat is in ieder geval niet wat de slang aan Eva vertelt. U ziet hier wederom Michelangelo's weergave in de Sixtijnse kapel. En u ziet daar een paradise tree snake. Ze schijnen echt te bestaan. Dit is even voor mijn schoonvader Daan Meiboom in Zevenaar, van wie ik hoop dat hij zit te kijken. Ja, Daan, dit is een echte paradise tree snake en die bestaan. Maar wat zegt Genesis erover? Genesis zegt erover, de slang, die was het meest wetend, maar ook het naaktst van alle dieren. En die slang die zegt tegen Eva, ben je gek joh?
God wil alleen maar dat je er niet van eet, omdat je dan wordt zoals God. Nou, dat is gewoon niet waar, want God is onsterfelijk. En de mens zal hiervan sterfelijk worden. We kennen allemaal hoe dit verhaal afloopt. Eva neemt een hap. Het gaat hier niet om een appel, daar wil ik ook verder van afwezen. Ze geeft een hap aan Adam en dan vervolgens is het gedaan met de pret. En krijgen ze van God inzicht in wat zij eigenlijk zijn. Ze zijn geen God en dat hebben ze met het eten van deze boom bezegeld. Ze zijn vanaf heden sterfelijk, maar ze komen ook nog achter meer. En nou ja, voor mij gaat het een beetje schuil achter een paar van de blokjes, maar ik hoop dat u het toch nog een beetje kan zien. Ik heb nog een extra rondje aangebracht. En dat is niet omdat ik nou zo verschrikkelijk van blote piemels hou. Maar omdat Michelangelo een hele gekke keuze maakt in die Sixtijnse kapel. Ik ben er zelf nooit geweest, maar anders had ik er toch wat van gezegd. Adam en Eva gaan helemaal bloot het paradijs uit. At sword point. Dat dan weer wel, dat klopt. Maar dat ze niks aan hebben, nou, daar wil ik het zo meteen nog wel even over hebben. Want kennis maakt naakt. Maar of kennis zo naakt maakt, dat weet ik ook niet zeker. Maar goed, ik ben Irene Zwiep. Over 500 jaar hebben ze het niet over mij en wel over Michelangelo. Dus ik ga snel door. Even gewoon een kleine mooi zijpad. Eva eet van die boom van kennis, van goed en kwaad. En daar wordt natuurlijk heel vaak gezegd. Ja, en daarmee ontdekt zij, en daarmee ontdekt de mens. En dat is ook echt, dat kun je ook aan het Hebreeuws wel hard maken hoor. Daarmee ontdekt de mens zijn seksualiteit. Nou, daar wil ik niks aan afdoen. Al is het maar omdat ik met u kan delen de mooiste verbeelding van de ontdekking. Niet van de hemel, bel Harry. Nee, van de seksualiteit. Dit is de beroemde Eva van Autun, 12e eeuw. Toen ze het nog echt konden, zal ik maar zeggen. U ziet hier. Het idee dat je, nou ja, sterfelijkheid, als je sterfelijk wordt, ja dan, en je wilt de soort in stand houden, dan zul je moeten voortplanten, dan zul je seks moeten bedrijven. En deze ontdekking, ja, dit is gewoon Belfroid, slangen galore. U ziet hier een Eva die zelf als het ware kronkelt als een slang. U ziet haar haren, het is een prachtige jonge vrouw. De haren die over haar linkerschouder kronkelen als een slang. U ziet hoe zij met haar linkerhand, sinister, hè? Ik ben zelf linkshandig en heb tot vervelend toe op de kleuterschool het woord je foute handje moeten horen. Hoe zij met haar foute handje een weelderige vrucht van een weelderige boom pakt waar de slang als het ware in verborgen is. De stam van de boom en de huid van de slang die gaan naadloos in elkaar over. Midden door Eva's, ja, laat ik het onderbuik noemen, slingert zich een boom die haar naaktheid al bedekt, maar ook die weelderige, maar toch ook enigszins slangachtige vorm heeft. En als u heel goed kijkt, dan ziet u hoe haar vingers, de vingers van haar rechterhand, heel zachtjes zich, st, niet verder vertellen. Nou Eva, slecht nieuws, het is nooit meer goed gekomen. Een laatste punt, iets wat absoluut wel goed komt. Ik heb het geprobeerd, ik ben zo gaan liggen. Het lukt mij niet om mijn lichaam in deze stand te krijgen en mijn borsten zo te houden als ze bij Eva zijn. Maar dat is een detail dat ik alleen maar even bij u biecht en dat verder voor mijn verhaal niet verschrikkelijk relevant is. Wat wel relevant is, ja, die boom van kennis van goed en kwaad, dat gaat over de ontdekking van de seksualiteit, maar dat is niet het wezen. Die seksualiteit is domweg nodig om de mensheid in stand te houden, maar het gaat over een ander soort kennis. De kennis die de mens opdoet en die hem ook in Genesis 3 verteld wordt, dat hij echt geen God is. In het zweet des aanschijns zegt God, zult u uw brood verdienen. De aarde zal doornen voortbrengen. En u ziet het hier op een prachtige, iets wat vulgaire variant van een holberg ets, neem ik aan dat het is. Ik heb daar helemaal geen verstand van. U ziet hier hoe Adam zij aan zij met de dood een buitengewoon onbarmhartig stukje land aan het ontginnen is. Dus wat wij hier leren, wat de mens leert is, nee, ik ben definitief geen God. En als dat geldt voor de man, nou, ik zou alleen maar zeggen, dames aller landen, verenigt u, dan geldt het kalwagommer, zeg je dan in het Hebreeuws, eens te meer voor de vrouw. Want u ziet in dit rode ovaal Eva niet alleen maar werken, u ziet hier Eva multitasken. Op veel middeleeuwse afbeeldingen zien we Adam de grond bewerken en Eva spinnen. Maar op deze Holbein-gravure zien we hoe deze Eva en passant ook nog even haar kind voedt. Dus ik kan alleen maar zeggen multitasken. Of het inzicht dat vrouwen multitasken en dat je dat niet aan mannen moet toevertrouwen, is ouder dan, nou laten we maar zeggen, de jaren 70. De mens is geen God, maar de mens is ook geen dier. En dat ontdekt de mens in het paradijs. Op het moment dat hij ziet, hè, zijn seksualiteit ontdekt, maar ook ziet dat die seksualiteit
gepaard gaat, of nee, dat is niet waar, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het inzicht in die seksualiteit gaat gepaard met het inzicht dat de mens naakt is. En dat is een inzicht waarvan de Bijbel zegt, dat of niet zegt, maar impliceert, dat hebben dieren eigenlijk niet. En het eerste wat Adam en Eva op dat moment doen, is pakken wat er voorhanden is en een vijgenblad voorhouden. En deze afbeelding zien we vaak. En nou ja, mensen die meer verstand hebben van kunstgeschiedenis dan ik, die zullen zich heel wat schilderijen herinneren waarin Adam en Eva met allerlei soorten en maten van takken getooid het paradijs uitlopen bijvoorbeeld. Of in het paradijs met God verkeren. En daar is wel iets meer over te zeggen, want er zit een zekere volgordelijkheid in dit verhaal. Du moment dat de mens ontdekt dat hij een mens is, geen God, maar ja, ook niet helemaal een dier, want, en dat is een heel Joodse gedachte, een dier dat zich bewust is van zijn bodily functions en zich daar eigenlijk het liefst van wil distancieren, dat is het moment dat men het vijgenblad pakt en de schaamte bedekt. Maar dat is niet de kleding waarin men het paradijs uitloopt. Als men het paradijs uitloopt, en dat is een heel belangrijk onderscheid zou je kunnen zeggen, dan is men gehuld in dierenvellen. En ja, de schilderkunst die maakt er een beetje een potje van, maar op die volgordelijkheid wil ik u graag wijzen, want die is belangrijk. Op het moment dat de mens de Hof van Eden moet verlaten, is de mens definitief een mens geworden die zeker weet dat hij geen God is, die zeker weet dat hij niet zomaar een dier is. En de oplossing die de Bijbel daarvoor geeft, of het onderscheid dat de Bijbel markeert, zou je kunnen zeggen, is het begrip cultuur. Wat Adam en Eva aan hebben, is niet langer dat vijgenblad dat ze aan de natuur ontlenen, maar dat zijn klederen, miraculeuze wijze, hè, want er gaat nogal wat aan vooraf voordat je van dierenvellen kleren kunt maken, op miraculeuze wijze hen ter hand gesteld. Dus dat betekent dat de mens door cultuur, dat is in ieder geval wat het Bijbelverhaal ons zegt, dat de mens door cultuur te omarmen of door cultuur te bereiken of naar zijn hand te zetten, de natuur ontstijgt. En daarmee zou je kunnen zeggen, lokaliseert de antropologie die het scheppingsverhaal is. De mens ten opzichte van God, die dus als cakevorm wel degelijk aan de basis van onze fysieke vorm staat en misschien ook wel van onze rationele vorm, maar anderzijds ook distancieert van het pure dier dat blijkens deze gang van zaken geen cultuur zou kennen. Nou, dat is een erfenis waar de Bijbel ons behoorlijk mee heeft opgezadeld. En dat die aarde in 6 dagen is geschapen, ach ja, daar kun je eindeloos over steggelen. Maar dat is misschien niet wat, nou ja, wat ons zeg maar het meest is opgebroken in het nadenken over wetenschap de afgelopen jaren. Wat wel, denk ik, een interessante is, is dat de Bijbel ons opzadelt met een visie op de mens, die aan de ene kant honoreert dat wij iets met dieren gemeen hebben, en aan de andere kant toch postuleert dat wij die natuur waar de dierenwereld toe behoort ontstijgen door cultuur. Nou, en als er iets is dat, nou eigenlijk al heel erg lang, maar de laatste tijd wel heel prominent in de publieke sfeer bedebatteerd wordt en nou zeker ook aandacht verdient in het licht van de Bijbelse erfenis die toch wel een beetje in het Nederlandse DNA zit, dan is het dat het verschil tussen mens en dier opnieuw, nou misschien niet eens opnieuw, maar voor de zoveelste keer nog eens een keertje ter discussie wordt gesteld. En waar de mens in het paradijs door kennis, door spraak, door reden erachter komt dat hij het dier ontstijgt door cultuur, wordt die dichotomie, die tweedeling, tegenwoordig sterk ter discussie gesteld. Wordt er meer nadruk gelegd op de gemeenschappelijke noemer dier tussen human en het non-human animal. En als human animals rights hebben, waarom zouden non-human animals dan geen rechten hebben? En daarmee is dierenrechten, of je nou van de Partij van de Dieren bent of niet, en ik ben het niet, dus dit is geen praatje voor 17 maart, maar filosofisch is het een interessante vraag. Als je mensenrechten hebt, dan, en mensen zijn dieren,
dan zijn dierenrechten een sine qua non. En dat is inmiddels al zo ingeburgerd dat je zelfs in Harvard Law School, en dat is toch wel zo'n beetje de climax van de wereld, een Animal Law Policy Program kunt volgen. Als u zelf zegt, ik wil hier meer over lezen, dan denk ik, nou begin toch maar zo heel rustig met een cursus Hebreeuws, om vervolgens Genesis te gaan lezen, 1 tot en met 3, heel rustig en heel, ja, alsof u de tekst nog niet eerder hebt gelezen. En misschien kunt u parallel daaraan twee kernpublicaties wat mij betreft bekijken. Dat is aan de ene kant Giorgio Agamben. U kent hem misschien van het boek Homo Sacer. Maar die heeft in 2003 het mooie boek The Open geschreven. Heel simpel, The Open. Man and Animal. Ik wou dat ik dat boek geschreven had. Dat is toch een van de mooiste titels van de afgelopen 20 jaar. Waarin hij traceert hoe westerse filosofie met de mens-dier tegenstelling is ingegaan en is omgegaan. En hoe, nou ja, bijvoorbeeld hoe wij onbewust verschillen postuleren tussen het politieke mens en de biosvorm van leven en het animale dierenleven, dat misschien allemaal veel minder haaks op elkaar staat dan je zou denken. En als u nog iets verder wil doordenken, dan is aan de rechterkant het boek Beyond Nature and Culture misschien ook wel interessant. Want als human animals culture hebben, hoe zit het dan met non-human animals, hebben die dan geen culture? In het programma De Wereld van de Mens, en dan sluit ik af. In het programma De Wereld van de Mens behandelt Piet Gerbrandy de prieelvogel, de bowerbird, die zijn partner charmeert met het bouwen van, ja, een soort poppenhuizen. Kom maar in mijn huisje, ik heb een prachtig Jan de Bouvry prieelvogelnestje voor je gebouwd, schat, wil je niet komen? Waarom is dat geen cultuur? Een vraag die we ons, denk ik, nou misschien niet opnieuw stellen, want de Bijbel stelde hem ook. En dat is misschien wel het allerlaatste wat ik erover wil zeggen. Waarom studeren wij geesteswetenschappen? Nou, soms om erachter te komen dat vragen waarvan wij denken dat ze nieuw zijn, dat die zo oud zijn als de mensheid, maar dat er wel verschillen zijn. En dat de manier waarop wij, en dat is dus meta, maar ik wil het misschien toch een keer gezegd hebben, dat de manier waarop wij naar die verschillen kijken, en de manier waarop wij nu formuleren, toen formuleerden en dat verschil waarnemen, dat is denk ik voor ons de ware les van de geschiedenis. De geschiedenis is geen natuurwet die zich herhaalt en waar we, hè, we kunnen niet van onze fouten leren, maar we kunnen leren van ons denken over de geschiedenis. En dat is denk ik een van de, nou ja, een van de redenen waarom ik doodzenuwachtig zou worden van een land waarin de geesteswetenschappen geen warm hart wordt toegedragen. Ik dank u wel. Ja, Irene, jij heel hartelijk bedankt. Zeker ook voor dit laatste pleidooi nog even voor de geesteswetenschappen. Een sprankelend college, zoals ik al voorspelde. Ik zal eens kijken hoe het met de vragen gaat en u mag ook nog steeds nieuwe vragen stellen. Meneer Derksen die vraagt of de boom van kennis niet eigenlijk de boom van bewustzijn is, omdat kennis toen nog niet zo heel erg voor handen was. Oeh, dat is wel een heel interessante vraag. En daar voel ik me ook niet als Hebraïst niet alleen maar geëquipeerd. U vraagt eigenlijk een beetje, meneer Derksen, naar het verschil tussen bewustzijn en kennis. En ik zie nu Aafke, die Aafke is taalkundige, die weet het allemaal veel beter dan ik. Ik ga gewoon eens proberen me te verplaatsen in de geest van de auteur van de, of de auteurs van deze Bijbelse passage. Ik denk dat voor de auteur het wezen van kennis en lag in het kennen. En het kennen is het onderscheiden. En ik denk, ik wil meneer Derksen wel graag tegemoetkomen. Ik denk dat Adam, om te kunnen zien wat de andere dieren waren, zichzelf ook bewust moest zijn van wat hij zelf was. Soms krijg ik wel eens de indruk dat het in Genesis wordt omgedraaid. En dat het feit dat Adam spontaan de andere dieren benoemt, voor hem een spiegel is om bewust te worden van zijn eigen status. Dus ik wil eigenlijk wel heel graag van deze vraag gebruik maken om mijn verhaal een beetje nog een beetje, nou ja, niet te nuanceren of te compliceren, maar het moment van bewustzijn en bewustwording in het opdoen van kennis, om dat wel degelijk mee te nemen. Aan het eind van Genesis 2 staat ook, Adam en Eva gingen lekker met z'n tweeën van bil en ze schaamden zich niet. En op een gegeven moment wordt men zich ervan bewust dat men iets anders is. Niet terwijl men seks heeft, maar terwijl men van die boom van kennis heeft gegeten. Dat is ook weer een moment van bewustzijn. Dus heel veel dank voor deze vraag.
Dan is deze. Kunt u wellicht nog iets vertellen over de rol van Lilith ten opzichte van de interpretatie van het scheppingsverhaal? Ja, dan moet je ook nog even uitleggen wie Lilith was, hè? Want niet iedereen zal dat paraat hebben. Ja, nou, Lilith is een bijzondere dame. Of ja, dame. Lilith is een demon. Niet per se alleen maar uit de Joodse of de Israëlitische traditie, maar meer vanuit de Mesopotamische traditie gedacht. En Lilith komt eigenlijk tegemoet aan het feit dat die boom van kennis van goed en kwaad eigenlijk, die staat daar wel om ons aan te geven dat je een onderscheid kunt maken tussen goed en kwaad. Maar dat goed en kwaad wordt niet zo verschrikkelijk uitgewerkt in dat eerste verhaal. En je ziet in veel mythevorming om die verhalen heen, dat goed en kwaad meer aandacht krijgt. En Lilith is iemand die daar een rol in speelt, vrouwelijke demon, volgens sommigen de eerste vrouw van Adam, door Adam verlaten voor Eva, zou ik nooit gedaan hebben, want volgens mij is seks met een demon altijd beter dan seks met een vrouw die het nog nooit eerder heeft gedaan. Maar Lilith wordt gedumpt en zij trouwt dan met Samael. En Samael is in de Joodse magisch-mystieke traditie de demon, ja, die altijd met de schade om de hoek ligt. Even een zijpad, maar dit moet ik nu kwijt. Ik weet niet of de vragenstelster de film A Serious Man kent van de Coen Brothers. Absoluut een keer kijken. Daarin is een mevrouw, de verleidelijke buurvrouw van de Job-achtige hoofdpersoon. En de verleidelijke buurvrouw heet mevrouw Samsky, genoemd naar meneer Samael. En zij heeft ook een mezouza, weet u wel, zo'n kokertje aan de deur hangen, aan de linkerkant. Dus wij weten, mevrouw Samsky is Lilith, de verleidelijke vrouw. Nou, laatste punt nog over Lilith. Zij komt later in de Joodse traditie. Dus in het scheppingsverhaal, Joodse scheppingsverhaal, Joodse scheppingsmythe, speelt ze minder een rol. Waar zij wel een rol in speelt, is in een bepaalde categorie van de magie, namelijk de magie rond geboortes. Als versmade vrouw gunt zij reguliere huwelijken geen kinderen. En wat doen Joodse mannen op het moment, en vooral orthodoxe, en eigenlijk voornamelijk orthodoxe mannen, op het moment dat hun vrouw ligt te bevallen? Zij bidden psalmen, het woord van God, via de mond van de mens, om Lilith op afstand te houden. Want als zij dat niet doen, dan zal Lilith het kind komen roven. Er zijn ook veel amuletten waar zij op staat. Nou, nu heb ik u volgens mij alles verteld wat ik over Lilith weet. Heel veel meer weet ik niet. Er is vast meer over te zeggen. U ziet dat de relatie met het scheppingsverhaal relatief dun is. Maar met terugwerkende kracht is die er wel. Ik kan nog toevoegen dat Marcellus Emans, een schrijver uit de late 19e eeuw in Nederland, een groot lang gedicht over Lilith geschreven heeft. En misschien is het dan ook nog wel leuk om Willem Bilderdijk nog even ter sprake te brengen. Die heeft verzonnen dat Adam en Eva al voor de zondeval zonen hadden, die dus in het paradijs bleven nadat Adam en Eva eruit waren verdreven. Maar ze hadden geen kinderen. En toen zijn ze dus met het nageslacht van Adam en Eva zijn ze gaan paren. Maar dat leverde grote problemen op. Ja. Goed. De ondergang van de wereld heet het. Mooie van de Koran is dat de Koran zich ook afvraagt hoe dat nou toch allemaal in die eerste paar generaties zo allemaal tot stand is gekomen. Die is daar veel explicieter over dan de Hebreeuwse Bijbel. Ook zeer aanbevelenswaardig. Ik ga verder met vragen. Eens kijken. De afbeeldingen van mensen heeft tot de 11e eeuw een aristotelische norm. De man was warm, en dat zag je aan het hebben van een baard. Vrouwen zijn koud. Dus geslachtskenmerken zoals we ze nu kennen, werden nog niet afgebeeld. Dus eigenlijk een opmerking. Ja. De vraag. Eentje waar ik wel heel blij mee ben, omdat hij licht werpt op het plaatje. Ik kan het nu niet meer laten zien. Het plaatje met de vijgenbladen. Een van de dingen die ik ken uit de Hebreeuwse Derech Eretz literatuur. Dat is zeg maar de hoe heurt het literatuur uit de oudheid van de Farizeeën. Die hebben bijvoorbeeld een hele duidelijke regelgeving over hoe je moet gaan zitten. En dan zeggen ze altijd, mannen moeten, als ze gaan zitten, ontzettend goed uitkijken dat hun zaakje bedekt is. Maar vrouwen hoeven dat eigenlijk niet, want die zitten erop. Dat vind ik altijd heel erg, ja, vind ik goed gezien, zal ik maar zeggen, van de rabbijnen. Maar mede daarom verbaast het me altijd zo dat de vrouw wel het vijgenblad voordoet op een plek waarvan ik denk, laat toch zitten. Doe twee vijgenbladen voor de borst misschien. Dat vind ik veel erotischer en erogener dan dat landingsbaantje daar vooraan. Dus dat heeft me altijd verbaasd en ik ga het nu iets beter begrijpen.
Goed, ik ga het door naar andere vragen. Heel snel, twee maar. Vragen heb ik nu van een anonieme. Of u heel kort nog een keer zou kunnen uitleggen waarom of in wat voor zin kennis naakt maakt. Ja, het die heeft vouw ik het even bij. Het tweede komt zo dan. Ja, nee, dat is een goede. Ik heb geprobeerd het heel snel en en passant wel duidelijk te maken. U kent misschien uit het Engels de zin blissful ignorance. En wij kunnen het in het Nederlands ook wel zeggen. Ik verkeer in zalige onwetendheid. En er is ook een nou goed, die ga ik nu. Ik zou zo ontzettend graag nu Noel Coward. Die heeft een prachtig gedichtje gemaakt over Adam en Eva. Dat ga ik nu niet doen, maar wil ik best op de mail nog een keer zetten. Maar dat is wat er met Adam en Eva gebeurt. Adam en Eva zien hun naaktheid niet. Dat betekent dat die naaktheid ook niet een absoluut gegeven is. He, naaktheid is iets dat blijkbaar de mens zichzelf aandoet op het moment dat de mens, ik ga nu toch dat woord van meneer Derksen gebruiken, zich het zelfbewustzijn aanmeet van de mens. Op dat moment, he, als je op het moment, misschien had ik wel moeten zeggen bewustzijn of onderscheid maakt naakt, maar dat bekt gewoon niet zo lekker. Op het moment dat de mens de kennis heeft opgedaan door de boom van kennis en goed en kwaad, dan ziet men. Dan heeft men de kennis om zichzelf anders te benoemen dan de God die men niet is en het dier dat men maar ten dele is. En op dat moment ziet men de naaktheid en wat je ziet is vervolgens wat je benoemt en daarom maakt volgens mij kennis naakt. De volgende vraag is, misschien gaat die wat diep, je moet even kijken of je daar tijd voor genoeg voor hebt, want we moeten op een bepaald moment ophouden. Kun je iets zeggen over datgene wat Spinoza schrijft in zijn theologisch-politiek traktaat? Daarom schrijft hij namelijk dat God Adam verbiedt van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, om ons te leren dat men het goede dient te doen onder het aspect van het goede en niet voor zover het tegendeel is van het kwade. Dat wil zeggen om het goede na te streven uit liefde voor het goede en niet uit angst voor het kwade. Hoofdstuk 4, paragraaf 11, noemt u daarbij. We worden uit het paradijs gestoten op het moment dat wij schaamte en schuld leren kennen en angst voor straf. In het paradijs kennen we alleen de vreugde van het goede doen. Is dit naar uw mening een enigszins te verdedigen interpretatie? Ik weet niet of je het zo snel hebt kunnen volgen. Ik kan een heel diplomatiek antwoord geven. Ik durf het per definitie nooit oneens te zijn met Spinoza. Omdat hij, wat Spinoza hier doet, is geen letterlijke exegese van Genesis. Laten we daar wel over zijn. Wat Spinoza denk ik wel doet, dat weet ik niet helemaal zeker hoor. Dus ik ga nu gewoon, wat ik altijd doe als ik het antwoord niet weet, is gewoon hardop nadenken. En dan hopen dat degene die de vraag stelt denkt, oh leuk, dan ga ik daar vervolgens ook weer eens hardop over nadenken. Wat ik me zou kunnen voorstellen, kijk, er is een groot verschil tussen de Joodse en de christelijke traditie. In de christelijke traditie ben ik niet zo thuis. In de Joodse traditie is er geen sprake van de zondeval. Dus op het moment dat de mens het paradijs verlaat, dan zegt de Joodse traditie, nou hartstikke leuk, dan hobbelen we een beetje door het Heilige Land en daarna hobbelen we eens een keertje door de woestijn en dan komen we weer eens een keertje in het Heilige Land en dan krijgen we wetten en dan maken we een beetje een potje van. Maar de mens is niet fundamenteel zondig. En ik zou mij kunnen voorstellen dat een Spinoza die zich tot een heel bijzonder publiek zou je kunnen zeggen richt in die 17e eeuw. Ik heb wel eens gelezen dat hij zich richt tot een publiek van toch wel universalistisch christelijke denkers. In zijn eigen Joodse gemeenschap heeft hij echt een behoorlijk eind achter zich gelaten. Lees het slot van hoofdstuk 3 maar van de Tractatus, waarin hij zegt, dat die besnijdenis, die houdt onze Joden wel lekker echt aan de zijlijn. Dus ik denk dat hij op het moment dat hij deze interpretatie geeft, probeert om universalistisch denkende christenen, die misschien ook wel een beetje in zijn kamp kan trekken, te overtuigen van het feit dat je misschien de zondeval, die op dat moment best wel een dingetje is, dat je de zondeval misschien buiten beeld zou moeten zetten. Dus het is eigenlijk, elke interpretatie is natuurlijk legitiem. Ik probeer laten we dit maar verder, maar ik heb nog zoveel vragen. En deze die sluit er een klein beetje bij aan. U heeft het niet over de erfzonde gehad, nu dus wel. Ik denk wel eens dat de erfzonde bestaat uit het feit dat wij kunnen vergelijken. Dit is ook meer een opmerking om over na te denken dan dat daar een antwoord op geven. Ik heb deze vraag nog, Frederike de Jong. Wat zijn de implicaties van uw theorie dat de boom van leven en de boom van kennis en goed en kwaad dezelfde boom zijn? Ja. Ik ga even wat water halen voor mezelf.
Dat is een heel, daar ga ik heel lang praten. Dat is een heel gemene vraag. Het heeft grammaticale implicaties, namelijk dat het echt klopt dat het woordje we in het Bijbels Hebreeuws toch echt iets anders betekent dan het woordje we in het moderne Hebreeuws. Ik heb daar wel meer aanwijzingen voor, dus dat is zeg maar de grammaticale deel, maar dat is niet het spannende deel. Daar wil ik wel eens langer over nadenken. Want dat zou betekenen, hè, als het één en dezelfde boom is, dan... Dan doet de Joodse traditie nog steeds iets heel bijzonders. Of ze zetten twee bomen, waar elke andere traditie er één heeft. Of ze maken van één boom, ze geven één boom een dubbelfunctie. He, en ze brengen dat onderscheid alsnog ook in. Die as van de wereld, die is er om onze eindigheid en de eeuwigheid of de oneindigheid met elkaar te verzoenen. En te verzoenen dat er een rijk is van het ongeworden volmaakte en een rijk waar, nou ja, kijk naar mij, het geworden onvolmaakte. Dat is het doel van die boom. En als mijn theorette klopt, dan moet ik heel hard gaan nadenken. Dat heb ik niet gedaan, dus mensen pakken mij wel genadeloos op. Dat gebeurt me wel vaker, hoor, dat ik een wild idee heb en dat een luisteraar denkt, nou, daar wil ik meer over horen. Dan moet ik erover gaan nadenken wat dit zegt over de schrijvers van Genesis 2. En dan is het eindzoek. Ik ga er een artikel over schrijven. Want het is wel heel erg leuk om te kijken wat ik daaruit kan peuren. Dank dus, Frederik de Jong. Mooi. Ik heb hier de vraag van de kleding. De kleding waarmee ze uit het paradijs gaan, die hebben zij niet zelf gemaakt. Die heeft God voor ze gemaakt. Ja, wat moeten we daarmee als teken van onderscheid tussen mens en dieren? Ja, nee, daar moet ik ook nog wel... wat het in ieder geval betekent... Kijk, dat ze het niet zelf hebben gemaakt, betekent... Ja, ik ga nu ook even een huisvrouw uit de jaren 50 doen. Dat betekent dat ze niet zelf dieren hebben geslacht of dieren hebben geschoren, maar dat God die rol heeft genomen in dit verhaal. En ik heb over dit detail nagedacht en ik ben er niet helemaal uit. Ik ben niet heel veel verder gekomen dan dit. Maar wat ik wel weet, is dat het heel terecht is dat deze observatie nu even in de discussie ingebracht wordt. Want deze verhalen die zijn heel compact en ieder detail geldt. Dus de mens krijgt, als hij het paradijs verlaat en niet langer met zijn vijgenblad, hij krijgt kleren gemaakt van dierenvellen door God. En daar doet het Bijbelverhaal heel, heel terloops over. God heeft ijverig weer, die huisvrouw uit de jaren 50, ijverig zitten naaien. En als ze het paradijs verlaten, dan zijn die pakjes daar. Ja. En de mens heeft ze zelf niet gemaakt. Maar het markeert wel, hè, de cultuurstatus van de mens. Die daarmee, zou je kunnen zeggen, de natuur ontstijgt. Ja. Niet zonder God. Wij moeten een klein beetje in gaan perken, want we hebben niet zo heel lang de tijd. We mogen er niet overheen gaan. Ik ga naar de laatste vraag toe. Er zijn er nog meer, maar je krijgt die allemaal toegestuurd. En dan kun je misschien nog even... misschien dat er met mail of zo nog wat geantwoord kan worden. Of mensen kunnen natuurlijk ook jou mailen via het universiteitsadres met vragen. Deze die sluit aan bij de laatste opmerking, de huisvrouwen. Ik heb Genesis altijd gelezen als een waarschuwing dat vrouwen niet met kennis kunnen en mogen omgaan. Eva veroorzaakt dat zij het paradijs moeten verlaten. Daarbij heeft ze door haar ongehoorzame gedrag de mensheid met zonde beladen. Nou, daar wil ik jouw commentaar nog wel eens graag over horen. Ja, ik kan er helaas niet, ik kan niet in Genesis zetten wat er niet staat. Er staat niet dat Adam door de slang werd aangesproken en dat hij Eva met een appel of een andere vrucht heeft verleid. Dat staat er inderdaad niet. Dus ja, ik zou graag willen dat het anders was, maar dat kan ik niet. Ja, dat brengt mij wel in een lastig parket. Kan je dit dan ook anders uitleggen dan dat Eva die zwakte niet heeft getoond? Dat weet ik niet helemaal zeker, moet ik eerlijk zeggen. Marita, help mij. Zeg iets intelligents hierover. Hoe kunnen wij Eva rehabiliteren? Zij wordt aangesproken door de slang. En het is niet zozeer dat zij haar man verleidt, maar ze praat op hem in. Kijk, en nee, laat maar, wel wezen, die man luistert. Slap af. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. Wat is nou leuker? Leven in het paradijs of leven op aarde? Ik denk toch dat het een vooruitgang is uiteindelijk. Dat je naar de aarde gaat. Er is wel veel ellende op aarde. Maar ook veel meer spanning en veel meer te doen. Dus wij hebben ons eigen leven toch eigenlijk aan Eva te danken. Is dat voldoende als rehabilitatie? Ik ben er helemaal voor. En ik vind ook wel weer aanknopingspunten in het boek Genesis. Mijn favoriete passage uit het boek Genesis zijn de eerste twee woorden.
die luiden Bereshit bara. En als je die zou schrijven in het Hebreeuws, dan is het net alsof je eerst Bereshit schrijft en dan met bara nog een keer begint Bereshit te schrijven. En dat betekent dat hier een grapje zit voor de schrijver van de Torahrollen. De man die een Torahrol gaat voorschrijven, die zit voor een rol van 40 meter vers geslacht kalfsperkament. Hartstikke duur. En dan kan je je geen fouten veroorloven. En de knipoog naar de kopiist is dat het tweede woord, bara, als echo van Bereshit, en de filologen onder u weten het, een dittografie. Het is een knipoog naar de kopiist die zegt, oh, begin maar te schrijven, het gaat meteen mis. Oftewel, de openingswoorden van Genesis sanctioneren dat de mens een rommelig project is. En dat de mensheid een rommelig project is. En ik had als laatste, dat ben ik vergeten, ik had als laatste slide, en ik wil best ook mijn PowerPoint ter beschikking stellen, zo'n prachtige quote van Alexander Pope uit die Essay on Man. En mijn wederhelft weet dat ik die zin ongeveer één keer per week citeer en die luidt, created half to rise and half to fall. Great Lord of all things, yet a prey to all. Oftewel, de mensheid is voor een deel fantastisch en voor een deel een gemiste kans. En dan besluit Pope met te zeggen, the glory, jest and riddle of the world. En ja, ik gered door Marita, dat hebben wij aan Eva te danken. Mooi, een betere afsluiting kunnen we niet hadden. Dank nogmaals, Irene. Nou, degene onder u die gewend zijn nu aan tafel te gaan smakelijk eten. Degene die nu een glaasje gaan drinken. En dat zal Aafke en Irene zullen dat wel doen. Proost. En degene die nu misschien gaan wandelen of sporten. Wandel ze, sport ze. En alle anderen, die zeg ik. En alle die dat eten, drinken en sporten gaan doen, die zeg ik ook. Ben er volgende week weer bij. Dan is hoogleraar Media en Filmstudies Patricia Pisters aan het woord. En die zal spreken over psychedelische middelen en media machinaties.